volgende week, denk ik, of die week erna. Ja, dat kan je wel zeggen. Goedemorgen, Rupke. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We rijden vandaag van Breda naar Dordrecht met een geheel speciale trein. Veel plezier. Let op, de locomotief mag maximaal 130. Deur open. Die eventjes op nul houden. Ja, waar rijden we mee, jongens? We rijden vandaag met de Intercity IC Plus. Ook de riepeentjes van Jeroen. En dan doen we inderdaad met deze fantastisch leuke. Ik wil even de juiste omhoog doen. Er komt daar ondertussen nog een mat 64 binnen gereden. Er komt daar ondertussen nog een fantastisch leuke. Volgens mij de 1655 binnen gereden. Met een lange Intercity. Zeer mooi. Oh, die heb ik niet aangesloten. Dat is jammer. Is wat te snel. Wow. Ik vind het al mooi getimed zo. En dan hebben we hier naast ons staan. We hebben naast ons de... Hey, kijk, de 1844 is gepromoveerd tot een DDM. Kijk, toch eens aan. Dan is dit zeker de 1855, of wat? Ja, 1855 Eindhoven voor de win. Hehehe. 1855 en 1844. Mijn twee favorietjes. Helaas allebei niet meer. Tijd vertrekken? Nou, dat gaat wel lukken, denk ik. En we zijn vertrokken. Op naar Dordrecht. Zeer mooi. Ik ga hem ondertussen maar beneden doen. Ziek idee! Zo. Ja, dat zijn DB-tracks, noem je ze die. Nou, om heel te zeggen, ik gebruik ook die van Koa de laatste periode heel veel. Gewoon puur omdat die bending gewoon breder is. Ik denk gewoon wat netter. Welke patch koploper? Zo, wow, wow. Green Red! 500 cheers! Wow! Thank you, very much for the birthday. Happy, happy birthday, Rob! Thank you very much, Grey Red. Well, welcome to the stream. Thank you for all the support. Indeed, it is today my birthday. And nice to see you. We hope you're having a good time. Uh,
En welkom in de nieuwe Southwest of the Netherlands. Vlaggetjes van Jeroen. Volgens mij zit daar het hoofdkwartier van Jeroen ondertussen gevestigd. Thanks DJ Espy. Thank you very much. Much appreciated as always. In the cab. Okay. So. Awesome. Yeah, it is definitely a really nice entrance. Hey, kijk, daar komt Victor aan gereden. Met de kolenboer. Hey. Sluip het kamer. Tuurlijk zou ik ook doen. Nice. Oh ja, max 130, hè, dat was het ook, ja. Was ik eventjes vergeten. Ja. Yep. Reminder, 130, 130. Ja, zeker. Ja, ik ben er wel aan begonnen, alleen ik had problemen op een of andere reden mee. Want ik wou ze het liefst in hun ding gooien. Ik heb ook eens zitten kijken of ik die gamma toen van Frieson kon doen, maar dat ging niet omdat die letters 3D waren. Maar ik ben er toen wel een keertje aan het kijken geweest en ik kon niet echt een goed passend gebouw vinden, naar mijn idee. Dus toen ben ik er wel mee opgehouden. Maar het zou wel zeer mooi zijn. Ja, inderdaad, koplopen, dat klopt, ja. Maar ja, welke fase tussen twee? 150 zeg jij? Ah, komt ook goed. Hey Danny. Hallo. Ja, precies. Fase 3 denk ik dat je bedoelt, als ik het zo bekijk. Nee, ik denk dat jij fase 2 is 120. Nou zit ik op 150 nu. Maakt je... Ja, we gaan ook naar beneden toe. Komt goed. Oh, echt serieus? Oké. We gaan nou een klein beetje naar beneden, maar dat komt goed. Ja, precies. Oké. Okay. Victor, je moet de kans al verklappen al. Oh ja, succes dan. Hey Jesse Tim, welkom. Hallo. Ah, ik denk dat je aardig in de buurt zit, koploper. Volgens mij was het iets van 120 of zo. Dan blijf je precies mooi op die 130 zitten. Hoffie Junior, super dankjewel voor dat je er was vandaag en voor de support. Dankjewel. Fijne avond nog, zou ik zeggen. Slaap lekker, joh. En wellicht tot de volgende keer. Dankjewel, Jesse Tim. Dankjewel. Koplopen, wat een surprise. Oh my god. Happy birthday, Rupke, een maandje 24, 25 euro sub. Van harte gefeliciteerd, dankjewel, koploper. Wauw. Damn. dankjewel, koploper. Dit is echt insane. Dankjewel. Gij weet wel de supportjes bij elkaar te krijgen, zo. Nou zijn het er nog maar 6 voor de nu. Voor weer een nieuwe. Oh my god. Wauw. Dankjewel, koploper. Wauw.
That's insane. Dank je. And guess what? 1200 ACTS voor de win. 801 voor Remco. Nice. Nou, ik ga eens even ondertussen kijken, maar we hebben minstens 2 erbij, denk ik, hoor. Ik ga het eens eventjes bekijken. Dus kakkelen wij lekker even dit snel. Hoe lang duurt het snel? Niet veel langer meer, en dan wils. Ik denk nog een... we moeten tot Dordrecht, dus dat is ongeveer 15 kilometer. Dus echt kleine 10 minuutjes of zo. En voor de mensen die zitten kijken, vergeet niet, zometeen nog een giveaway van Train Simulator 2017. Ja, we zijn in Breda vertrokken, ja. Hey Silent, welkom. Kijk eens wie we daar hebben. De Lage Landen en een Mat64. Oh, wie zal voorgaan? Denk wij. Yeah. Hij kan lekker eerder. Een planteetje. Kijk. Als je niet over... Als je niet... vet rood gaat. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat kan je wel zeggen, Victor. Ja. Ja. En we zien dat het ook mooi uit, die nieuwe brug, hè. Check this out. Zeker met al die roosters hier op de grond. Ja, dat vind ik wel echt een pluspunt weer. En dan gaat Victor met de 6400 weer. Jehoe. Ja, precies. Het is leuk te zien dat die wagonnetjes weer nog eens gebruikt worden. Vind ik echt leuk. Oh, weer een muis gevangen. M hurp. Let trouwens niet op deze zwarte scherm, ik moet het nog steeds omwisselen. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Bedankt voor alle leuke streams van de laatste tijd. Nou, super dankjewel voor de support. En ik vind het zeer, zeer, zeer fijn om te horen dat je het leuk vindt. Ik zal even Martin noemen, dat denk ik misschien net zo handig. Maar in ieder geval, dankjewel Martin voor alle support. En ik vind het zeer leuk en fijn te horen dat je het naar je zin hebt en dat je het waardeert. Dat waardeer ik natuurlijk ook weer. Dat is echt super, super, super dankjewel voor de support. Dank je. Ja, inderdaad. Koploper, we hebben op dit moment één... Of ja, trouwens, ja, voor iedereen. We hebben op dit moment één icoontje dat we bij krijgen. En als we er nog 6 bij hebben... Dat kan al met 1,25 sub. Hebben we er nog eentje. Dat is zeer mooi, echt super. Dankjewel, jongens. Ja, Rob is al geweest. Nee, echt super. Dankjewel, jongens. Echt waar. Ja, dat moet je dus even negeren, want dat heeft te maken met Island of Wight. Of dat misschien de Academy niet geactiveerd is in de routebouw. Dan moet ik even nakijken nog een keer. Nog 15 te gaan. What? Trek aan jouw hype. Was er nog een 1200? Heb ik er nog eentje gemist? Heb ik er nog een gemist? Weet. Oh, ik ga niet te ver. Oh ja, de 1211 nog een keertje. En een Benelux rijtuig.
Yeah! Oh, Victor. nee, het heeft, de bomen zijn er niet, want die bomen heb ik niet meer geüpdate sinds dat jij ze hebt gestuurd. Dus dat is het probleem. Dit heeft te maken met het of Academy, dat hij niet geactiveerd staat in de route editor, maar wel gebruikt voor de auto's. Of iets met het Island of Wight. Want ik kan nu wel Oost-Nederland rijden zonder problemen, zonder vlekken. Maar dan heb ik hier weer die vlekken. En als ik het omwitsel met mijn auto's, heb ik hier geen vlekken. Maar dan heb ik weer op het oosten van Nederland weer vlekken. Dus een beetje kom. Maar ik weet niet welke van de tweede probleem is. Dus of de Academy of de Island of Wight probleem. Dus het heeft iets met een van die twee te maken. Het is ook echt puur alleen maar hier met die wegen. Met die autootjes heeft het iets te maken. Want voor de rest van de route heb ik het nergens. Het is echt puur alleen maar bij die weg. Dus ja, dat sowieso. Wat komt hier aangereden? Wat komt hier aangereden? De posttrein. De mailtjoek. Vandaag drie keer Benelux trein met sandwich achterin gezien. Oh, dat is best bijzonder volgens mij. Dat is een goeie, dan zou ik eens moeten kijken hierom, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nee, niet de mailtrein. Mailtrain, laat ik het zo zeggen. Ik zal het binnenkort wel eens even kijken hierom, laat ik ze wel weten. Ja, het ding eruit zelf wel een beetje uit. Ik weet zeker, voordat we de bocht helemaal ingaan, dan is je er denk ik wel bijna af. Zekers, op zekers. Ja. Ja, we zitten al op 60, mooi. Laten we zo maar even uitrollen. En dan komen wij zo meteen. ATB wordt gek. Ja, dat was ik wel. Laten we zo ondertussen netjes uitrollen. Hele kavertjes gekomen van Rupke. Tja. Ja, ik vind het echt een fantastische jongens. Dus, Jazeker, nog een cargo hype. Ondertussen is hier zelfs al een DDR'tje binnengekomen, zie ik. Of een derretje. Nee, een MDDR'tje. Kijk. Hier gaat de MDDM erachteraan. Er was dat trouwens ook iets grappigs aan dat nummer. Oh ja, 1846. Het was eerst 187. Nu was 1801. Never mind. Hé, hey, kijk eens wat die binnen kan rijden. Een koploper. En een 6400. Zeer mooi. Zo. Ja, tuurlijk. Wat else? En nog meer wagonnetjes van Chris. Waarom gaat die deur niet open?
Oh kijk, hier hebben koptelefoonmans ook nog. Een korte, maar krachtig ritje. Hopelijk vond je het toch de moeite waard. Snaaien gemaakt en vertooid tot de enige echte koploper. Mauw! Zeker vond ik een fantastische koploper. Absoluut, absoluut. Dankjewel voor je bijdrage en dankjewel voor alle support. Absoluut, absoluut. Het is zeker een mooie snaartje koploper. Absoluut.